Goedenavond allemaal en welkom bij 1. Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat ik als groentje in deze job stapte. Die beelden van toen die bestaan helaas nog en worden vandaag dan ook nog een paar keer getoond of ik dat nu leuk vind of niet. En om het compleet te maken worden ze ook nog eens op de website gegooid. Er zijn in elk geval wel goede redenen om naar die website te gaan kijken, want die is helemaal vernieuwd. Mijn huidige collega's, een aantal ex-collega's en een paar heuse coryfeeën hebben mij vandaag op een bijzonder fijne manier verrast. En Evi, die zat natuurlijk mee in het complot. Dat klopt, want wij, haar collega-omroepsters, hebben Andrea vanochtend thuis verrast met een limousineritje en een feestelijk ontbijt met bubbels. In Stockholm is dan weer muzikant Peter Gabriel bekroond met een koninklijke muziekprijs. En op het filmfestival van Montreal hebben onze meisjes staande ovaties en lovende kritieken gekregen. Straks in de Roddeloper na het Journaal van 6.